Goedemiddag allemaal, daar ben ik weer, Dark Player. Ja, ik zou deze aflevering zou ik er maar een keer overnemen. Dus in de vorige aflevering, ja, Zelda Blade Hunter is een beetje boos geworden op het spel. En die is dus nou in een hoekje aan het huilen, omdat hij niet kon winnen. Zielige poot dat het is. Maar goed, wij gaan dus verder in New Super Mario Bros. U. Nee? Oh, sorry, New Super Mario Bros. Wii. Sorry, hoe moet ik het weten? Goed, dus ja, ik ben Dark Player. Voor de mensen die niet weten wie Dark Player is, ik ben ontstaan door de Towler. De Towler is een YouTuber waar Zelda Blade Hunter heel erg vaak mee werkt. En op een of andere vage manier had hij dus zeg maar het voor elkaar. Had hij het dus zeg maar voor elkaar gekregen om Zelda Blade Hunter zo boos te krijgen dat er dus zeg maar zoveel woede was ontstaan. En daardoor ben ik een beetje ontstaan. Iets in die trend, weet ik veel. Het is een beetje moeilijk uit te leggen. Daar beneden zitten levens, maar die boeien me helemaal niet. Het enige wat ik heb meegekregen is dat het heel erg belangrijk was dat ik alle, hoe heet die gekke dingen? Starcoins in elk level te pakken krijg. En dat ik er rekening mee hou met waar dat zeg maar de secrets zeg maar zich verborgen houden. En kom op! Wat is dit voor spel? Daar! Jonge, jonge, jonge zeg. Zijn al die starcoins overborgen of zo? Weet ik veel hoe dat zit. Oké, nou, we kunnen hier dus naar beneden. En daar zit de starcoin. En we kunnen naar de boven. Maar ja, starcoins waren heel erg belangrijk, dus ik snap niet waarom dat Zelda Player 20 hier zoveel moeite mee heeft. Dit valt eigenlijk best wel mee, dit is hartstikke makkelijk. Jongen, jongen, wat een mietje. Ik snap dat waarom dat jullie om mij vroegen. Ik ben een heel erg pro in dit spel. Ik bedoel, kijken jullie wel eens die Mario Kart 8 series? Ha, ik poon iedereen daar. Nou oké, ik word ook wel eens een paar keer laatste vooruit. Maar ja, dan denk ik bij mijn eigen, dan zou het... ja, het is toch een serie, zeg maar, van mijn vader. Dus, ja. Ja, ik weet dat ik word geraakt, maar het boeit me eigenlijk helemaal niks. Volgens mij moest ik daar naar boven doen, hè. Nee. Kun je je kop even intrekken? Dank je. Eens even kijken. Hey, geef daar aan dat ik daar naar boven kan. Nou, geef daar aan dat ik naar boven kan. Wat zit daar boven dan? Eens even. Maar ik wil eerst eigenlijk even kijken wat er daar bij die ene plek zat. Eigenlijk zit daar weer een Starcoin. Dan begint Zelda Player 20 weer te zeuren. Want je wint die Starcoin vergeten. Dan zit je helemaal niet op te wachten. Hoe wil ik... Oké, zo werkt het ook. Je hoeft daar dus helemaal... Oh! 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 Verschijnt die power-up nog terug? Verschijnt die... Ik heb dit spel nooit gespeeld, jongens. Ik zou het echt niet weten. Als die power-up terug verschijnt, dan ben ik wel te blij, maar... Oké, jullie kunnen een debt erbij schrijven. Nou snap ik waarom dat Zelda Player 20 zo'n ekel aan hem heeft gekregen. Zeg, Dark Player, speel er nog even verder of hoe zit dat? Nee, ik heb er geen zin meer in. Je doet het zelf maar. Dit spel is niet weggelegd voor mij. Nou, dan zegt hij dat ik erg ben, mijn reetje. Dus goedemiddag allemaal, daar ben ik weer. Zelda Player 20. Dark Player heeft er absoluut geen zin meer in. Ja, hij weet niet waar dat hij over moet praten. Heel erg simpel. Maar goed, ik ben er dus weer. En ja, ik ben een beetje afgekoeld van de aflevering van gisteren. Dus, Dark Player heeft het in ieder geval geprobeerd. We hebben 3 Starcoins. Hij heeft 1 level half proberen te doen. Dus waarom ook niet? Ik weet niet, maar Dark Player kan dus heel weinig hebben. Hij heeft gewoon een hekel aan maandagen. Ik denk dat het daaraan ligt. Maar goed, dus hier gaan wij gewoon dit level nu snel halen. Oh ja, wacht eventjes. Dit is best wel vervelend namelijk. Je moet je het water omhoog laten komen. En moeten we daar naar boven toe zien te zwemmen zo snel mogelijk. Dus leuk. En dan moet je... Dit moet je dus heel erg snel doen. Want ben je er te langzaam mee, dan kun je dus zeg maar niet zeg maar bij het einde van de level terechtkomen. Dat zou heel erg vervelend zijn. Goed.
Ze zijn nog zo vriendelijk geweest om hier nog een paar piranha-planten neer te gooien, maar ja, dat... Oh boy. Volgens mij heb ik nou een probleem, want nou kunnen we dus zeg maar niet het level eindigen met 99 levens. Hier baal ik van. Wacht, misschien tot ik... 1, 2, 3... Nee, dit gaat hem niet worden. Oké, jammer dan. 1000 puntjes. Geen 99 levens. Misschien in de volgende level dat we dat weer voor elkaar krijgen. Maar in dit level krijg ik het gewoon voor elkaar. Jammer. Om heel eerlijk te zijn, Dark Player stem die deed een beetje pijn aan mijn stem. Omdat ik een beetje verkouden ben. Dus dat is de reden. Shh, niet zeggen. Shh, kijkertjes. Oké, nou, op naar wereld 6-3. Ja, ik ken... Ja, af en toe... Maar... Goed. Batterij! Goed, die hebben we lang niet meer kunnen gebruiken. Hij is er weer, hoor. De batterij. Ja, die is heel lang geleden. Dus ja, ik neem dit nog steeds op een maandag. En ik heb... hierna heb ik dadelijk nog de opnames voor de Minecraft-serie. Dus ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren in de Minecraft-serie. Net zoals vorige week... het enige nadeel was dus dat vorige week ging het helemaal niet goed. Vorige week zijn we 3 man kwijtgeraakt. Maar ja, er wordt waarschijnlijk wel weer een compilatiestukje daarvan gemaakt. Hoe dat ik dat ga doen, dat weet ik nog niet. Maar daar gaat ze zeker nog zeg maar, van komen. En ja, wat ik nu in mijn hoofd heb, wat ik dus eigenlijk van plan ben is om te doen... is dus om er al voor te zorgen dat we dus zeg maar een Nether Fortress kunnen gaan vinden. Oh, spoilers! Nee, maar... We hebben het nog niet opgenomen, hè? Dus ik weet niet of we het gaan vinden of dat we het halen. Maar dat wil ik dus eigenlijk een beetje als doel gaan voor elkaar krijgen. Tot we dus zeg maar bij die Nether Fortress... Zit daar beneden iets? Nee, hè? Maar tot we dus zeg maar bij die Nether Fortress terecht kunnen komen. En tot we dus zo... ja, dichter bij ons doel gaan komen. En dat het dus zeg maar... Zeg maar. Daar wil ik eigenlijk het meest op focussen. Laat ik het daarop houden. En volgens mij moet ik hier naar beneden toe. Yoshi! Je zag daar wat ik deed, hè? Je zag wat ik daar deed, of niet? Ik dacht, Yoshi, als jij het faalt, dan spring ik gewoon de tijd van je rug af. En dan weet ik zeker dat ik het overleef. En serieus, wie heeft er een powerblok nodig als je een propellerhoed hebt? Ik heb geen extra muntjes nodig. Ik heb alleen maar mijn propellerhoed nodig. En voor de rest helemaal niks. Nou heb ik ook heel veel vragen nog gekregen over de Minecraft-serie. Over de hardcore-serie die dus op dit moment aan het spelen is. Vele mensen vinden het lijken op een televisieserie. Dat is ook een beetje de bedoeling. Ik wil de spanning een beetje, zeg maar, daarin geven. Maar wat nu als wij het doel niet zouden halen? Ja, dat is dan gewoon heel erg jammer als we het doel niet halen. Heel eerlijk en brutaal gezegd. Als we het doel niet halen, dan is het dus game over. En dan is het het einde van de serie. Zoals in de eerste aflevering toen was uitgelegd. Dus er komt geen extra special van... Doei Yoshi! Ik heb hier die coin nodig, dus sorry. Sorry Yoshi liefhebbers, maar het is de enige manier om die coin te pakken. Don't hate me. Maar ja, dat is dus zeg maar goed dat ik de Minecraft serie dan zeg maar zou... Ja, dan is die serie dus afgelopen. Want ja, we weten allemaal hoe dat Minecraft in elkaar zit. Tenminste, ik heb er al verschillende series van gedaan. Dus ja, zo ben ik het ook van plan met de Minecraft serie. Dus dan zijn jullie daar een beetje van op de hoogte. Laten we het daarop houden. Dus ja, en voor de rest, als dus de Minecraft serie afgelopen is... dan ga ik dus kijken of ik een andere serie ga beginnen. Welke serie, daar ben ik nog een beetje mee met het team. Want het is dus multiplayer. Dus dan ben ik nog een beetje met het team eventjes aan het onder... Ja, niet onderhandelen, maar gewoon een beetje aan het kijken van hoe dat we dus dat allemaal batterij van plan zijn. Dus ja, en na deze serie heb ik ook al een let's play weer klaarstaan. Dus ja, op zich druk. Goed, dit is de One and Blast op wereld 6. Om eventjes weer terug te gaan op het spel. Zoals je ziet, je hebt dus zeg maar... in totaal zie ik... een heleboel twee ballonnetjes. En als ik me niet vergis kun je zo'n hele rits... in één keer krijgen. En als ik niet is, moet je dan deze pakken. En ik ben er tot nu toe heel erg slecht in geweest. Oké, wacht. Oké, als die één dus zeg maar in die hoek zit. Als die één in die hoek zit. Oké, swing. Kijk. Like a boss. Like a pro. I can do it. So can you. Oftewel even in het Nederlands. Ik kan het, dus jullie kunnen het ook. Mocht je levens nodig hebben, is dat dus een geweldige manier. Maar er zit hier ook zeg maar ergens een level waar dat je oneindige levens kan krijgen. Volgens mij was het een spel, weet ik. Maar goed, we gaan nu naar Morton. Ik blijf hem gewoon Morty. Ik vind het een Morty.
Ik vind het een moordie. Je kan er niks aan doen. Sorry, kijk eens. Batterij! Ik vind het een moordie. Volgens mij wordt hij ook altijd Morty genoemd. Want ik weet, je hebt Roy. Je hebt Roy en Morty. Die best wel veel op elkaar lijken. Maar ik vind dit gewoon echt een... Ja, ik kan... Ja. Ja. Oké, nou daar zit een vuurbloem in. Ik wil op dit moment absoluut geen vuurbloem hebben. Ik wil deze propellerhoed houden. Ik bedoel, propellerhoed is hier zeker in het voordeel. Dus vandaar dat ik deze zeker wil houden. Zeker met het krijgen van de starcoins is dit dus een must. Waarom zit hier geen starcoin? Waarom bedrieg jij mij? Ja, zal ik maar snel naar beneden. Zit hier dan. Ah! Oh, ik vind dit zo creepy. Hè? Je hoort dat ding zeg maar, dan hoor je zo aankomen. Zo. Maar goed, om heel eventjes over de batterij. Waarom vervang ik mijn batterij niet op het moment zeg maar, dat we de batterijwaarschuwing krijgen? Dat heeft een hele simpele reden. Op het moment dat je batterij een waarschuwing geeft, zeg maar, of je Wiimote of je Wii zeg maar, een waarschuwing geeft dat je je batterij moet vervangen. Dit is trouwens niet meer van toepassing op het moment dat je dus, zeg maar, de Wii U hebt. Hè. Dan is het gewoon allemaal opladen, daar heb je geen batterij meer nodig. Maar op het moment dat je dus nog op de Wiimote speelt, met de Wiimote, ja, ik weet dat je hebt er oplaaiers voor en alles, maar de meeste zijn niet gelicensed door Nintendo. En ik raad ook niet aan om de dus producten te pakken die dus, zeg maar, niet gelicensed zijn door Nintendo. Aangezien dat dat, zeg maar, ook nog eens een keer schadelijk kan zijn voor je Nintendo equipment. En volgens mij maak ik hier een hele grote fout. Screw dat muntje. Maar, ja, op het moment dat je dus zeg maar een waarschuwing krijgt van... Hey, je hebt nog heel weinig batterij. Je hebt nog zeker 25%. Volgens mij kan ik dit niet mikken. Nou, daar gaat mijn power-up. Wat lief. Oké. Tuurlijk spel! Oké, ik wou al zeggen. Oké, dan gaan we gewoon hier omhoog. Nee, spel. Denk erom. Paas erop, hè. Oké, klimmen. Oh boy, ik haat dit stuk zo erg. Ik wil niet naar beneden toe. Ik wil naar boven. Ik wil naar boven toe, spel. Snap dat dan? Ik wil hier naartoe om dit muntje te pakken. En dan zo snel mogelijk hier weg te gaan. Om dan die power op te pakken. Zodat we Morton, ik noem hem Morty gewoon. Dat we dan wat makkelijker nabij kunnen komen. Snap je wel, spel? Dank je voor je begrip. Goed. Dus, maar ja, je hebt dus in ieder geval op het moment dat je die waarschuwing krijgt, heb je nog zeker 25%. Zit er boven een leven of zo? See if I care. Weet je waar, we gaan gewoon naar... Nee, we gaan gewoon naar de baas. Hey Morty, alles kit? Ik snap al waarom dat ik die twee maloten door elkaar haal. Oh, nou is alles duidelijk voor mij. Morty, zeg maar, en Roy in wereld of in Mario 3 is dit, zeg maar, de baas die je moet verslaan op het einde van wereld 2. En Roy, die je dus, zeg maar, ziet hier in wereld 2, die moet je verslaan in wereld 6. Zeg ik dat goed? Of was het nou wereld 5? Wereld 5, sorry. Wereld 5 na wereld 6. Dus hier hebben ze die twee omgedraaid. En daarom maakte ik de... Oké, ik begin nou een heleboel van mijn eigen te snappen. Soms snap ik mezelf ook nog niet eens. Dus moeten jullie het dan proberen? Ach ja, jullie proberen het in ieder geval. En ik probeer weer alles uit te leggen. Maar goed, we hebben weer alle starcoins. Ik zie een mushroomhuisje. Nou, die denk ik dat ik die nog heel eventjes met de skip dinges erbij doe. En dan... ben ik bang dat ik dus deze... Nee. Dan denk ik dus dat we de aflevering netjes gaan afsluiten. Dus waarom save ik hem eigenlijk niet? Nou, dat maakt niet uit. Ik bedoel, een quick save, dat kan ook. Nee, dat heb ik niet. Dat is zo niet leuk. Batterij! Dus. Nou, eventjes naar de knip. Oké. Volgens mij hebben we nog één panel... Van deze. Oké. Ogen dichtknijpen. Had ik gelijk over die. Ah, hij zat daar dus wel onder. Ah, dat maakt niet uit. Maar je kijkt hoeveel stuff dat we wel niet hebben. Het was wel erg spannend, maar ja, we hebben. Dus, ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Ja, met Darkplayer die rage quit. Dat is mijn leukste momentje. Darkplayer, je stinkt. Ah, stoppige sok in Zelda Player.
Stop een sok waarin? Ik weet het, het is bijna kerst. Nou, in ieder geval, ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leuk zo'n momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Morgen gaan we weer verder met Minecraft Hardcore Series. Ik hoop jullie allemaal weer daar te zien. De rest van de crew ook. Jullie krijgen allemaal natuurlijk ook nog de groeten van de mensen, zeg maar, die hebben meegedaan. En die dus, zeg maar, op dit moment helaas eruit liggen. Ze kijken nog alles mee, ze doen nog alles mee, geven nog overal antwoorden op. En ze vinden nog altijd heel erg leuk hoe jullie allemaal de support geven. Dus ook heel erg bedankt daarvoor. Dus tot morgen bij de nieuwe Minecraft Hardcore Serie aflevering. Tot dan jongens. Doei! En niet te vergeten, maandag zal waarschijnlijk weer de aflevering heel erg laat komen. Niet deze maandag, of nee, het is vrijdag vandaag. Ik bedoel, aankomende maandag, dan weet je, dan komt de aflevering later. Omdat ik dan gewoon helemaal goed. Doei!